Zo moet hij er over een tijdje uit gaan zien. De nieuwe elektrische raceauto, gemaakt door het University Racing Team van de TU Eindhoven. Speciaal voor de nieuwe competitie met elektrische auto's bouwen ze het model van vorig jaar om tot een elektrisch model. Deze auto rijdt volledig op stroom en kan snelheden halen tot 100 km per uur. Voor het nieuwe project moet het team veel nieuwe mensen aannemen, waardoor ze op dit moment met ongeveer 60 mensen aan het werk zijn. Maar een auto op elektriciteit, is dat niet een beetje suf? Ja, wij kunnen natuurlijk wel laten zien dat er meer is dan bijvoorbeeld een Toyota, Prius, noem het maar op, een elektrische voertuig. En dat er ook gewoon elektrisch racen bestaat, in plaats van alleen maar racen met een verbrandingsmotor. Ja, dat kunnen we hartstikke mooi laten zien door deze auto dus om te bouwen en te transformeren naar de UR105E. En is het moeilijk om dat helemaal om te bouwen? Het ombouwproces is zeker moeilijk. In theorie klinkt het altijd makkelijk, dus klinkt als plug and play. Maar praktijk wijst altijd uit dat er complicaties optreden met assemblage, met productie, noem het allemaal maar op. Dus het is zeker moeilijk om het project te kunnen voltooien. Hoe schatten jullie je kansen in? Met elektrische auto kunnen we echt helemaal niks zeggen. Het is nieuw voor ons, het is nieuw voor iedereen, dus daar kunnen we geen uitspraken over doen. De studenten hopen de auto in april voor het eerst naar buiten te kunnen rijden, zodat ze in juli mee kunnen doen aan een wedstrijd op het Silverstone-circuit in Engeland.